gezellig dat je op mijn YouTube-kanaal langskomt. Ik ben Ellie Rijnvis, onafhankelijk stempen op demonstratrice in Zwifterwand. En ik ben lid van het Lovely Stempers Team. Vandaag is er weer een video op met het Lovely Stempers Team. En iedereen heeft een leuk project voorbereid. Althans, dat denk ik wel. Je bent bij mij terechtgekomen via Diana van Otterlo, een van mijn lieve teamgenoten. En na mij mag je doorhoppen naar Miranda Vissers. Wat zullen we doen? Zal ik maar gewoon met mijn projectje gaan beginnen? Zal ik de camera draaien en dan gaan we beginnen. Tot zo bij mijn handen. Het kaartje wat ik ga maken, dit is het kaartje wat ik gisteren dus gemaakt heb. Dit is de voorkant van de kaart. Lijkt een hele normale kaart. Gaan we naar de binnenkant. Dan heb ik een leuk extraatje. Hier zit er gewoon een extra paneel in. En dat is voor de leuk. Dit paneeltje kun je op allerlei manieren gebruiken. Je kunt er twee van in doen. Je kunt hem op de voorkant doen. Je kunt hem gedraaid gebruiken. Zo, zeg maar dat je hem zo uittrekt. Zo. Dat kan ook. Van alles en nog wat. Maar ik ga ook deze, de volgende, ga ik ook zo maken. En, dat wordt en vandaag ga ik werken met het leuke pingwingpapier. Dat mooie papier uit de Celebration folder. Van de pingwingetjes. Die nog steeds gratis te krijgen is tot en met 30 september. Sorry voor de herrie, want ik liet weer wat vallen. Een basiskaart, een normale basiskaart. Van 14,5 bij 21. En die heb ik gerild op 10,5. Ik heb het meeste al gesneden. Dan heb je drie matten nodig voor die kaart. En voor deze heb ik ervoor gekozen om een witte mat aan deze kant te doen ook. Straks. Dit wordt de mat voor de voorkant. En dit wordt het matje voor de binnenkant. Ik ga alles gelijk even vastzetten. Behalve de witte, want dan wil ik nog stempelen. Deze komt dus aan de binnenkant. En hier komt straks dat leuke mechanisme op. En nu hou je een randje van ongeveer 1/4 centimeter aan. De matjes zijn allemaal 10 bij 14 centimeter. Die leg ik eventjes apart. En deze komt op de voorkant. Nou zou je daar natuurlijk nog een extra stukje kaartkarton onder kunnen doen als om een extra kleurrandje te creëren. Ik heb ervoor gekozen om dat niet te doen, omdat de kaart dan wel heel erg zwaar wordt. Maar misschien dat ik dat met de kerst nog wel voor iemand ga doen. Vier die randjes wat glad strijken. Zo. Die zit erop. Dan ga ik denk eerst het mechanisme voor de binnenkant maken. Daar heb je voor nodig. Die leggen we even ietsje aan de kant. Dit zijn de matjes. Die heb ik allemaal voorgewerkt. Daarvoor heb je nodig. Dus een stukje kaartstok van 13 bij 9,5 centimeter. Dat is die trouwens. Deze is 15 bij 9,5 centimeter en die ril je op 7,5 centimeter en vouw je dubbel. Deze is 13 bij 9,5 centimeter, die ril je op 6,5 en die vouw je ook dubbel. Trek hem nog een keer na bij mijn vouwbeen. Dan heb je voor dat kleine stukje, dus het stukje van 13 bij 9,5 centimeter, heb je twee stukjes. Twee matjes nodig. Dat kunnen twee stukjes DSP zijn. Dat kan een ik heb ervoor gekozen om hier een wit matje op te zetten. En een eentje van DSP. Designpapier. Die ga ik ook gelijk vastzetten. En die zet je allebei aan de binnenkant van dat kaartkartonnen deel. Zo. En ook hier een randje van ongeveer 1/4 centimeter. Hier wil ik nog eventjes een paar cadeautjes op stempelen. Dat gaan we eerst even doen. Want ja, het is voor een jarig kindje. En jarige kindjes krijgen meestal
cadeautjes. Dus dat gaan we even doen. En dat wordt natuurlijk een hele stapel cadeautjes. Want kleine kinderen mogen altijd heel veel cadeautjes krijgen, vind ik. Toch? Ik ben er zelf dol op. Op cadeautjes. Maar voor kindjes vind ik het nog veel leuker om cadeautjes te kopen. Dan doen we nog even kijken welke klusjes nog meer in zitten. Oh ja. Natuurlijk, het mooie softsyfoam. Ik heb ook gekozen voor softsyfoam kaartkarton. Want dit is een van de weinige waar we weer dat prachtige kaartkarton bij konden gaan gebruiken. En ik vind het zo'n mooie kleur. Maar we gebruiken hem zo weinig, dat ik het gewoon een beetje jammer vind. Zo, nog eventjes wat sterretjes. En hartjes. Ik heb het hartje en sterretje op één blok gezet. Dat stempelt lekker snel weg. Hier zit een... Oh, er zit een haartje op mijn blok. Potverdikkie. Nou heeft papier gelukkig twee kanten. Dus we draaien hem even op. Pah. Vervelend. Zo, gaan we nog een keer cadeautjes stempelen. Vind ik niet erg hoor. Ik hou van stempelen. Dat haartje zit er nog steeds. Ja, nu is die weg. En deze doe ik in softsyfoam. Palmy Blue. Kan er ook nog wel eentje bij. Ja. Te leuk toch dit. Nou, een paar sterretjes en een hartje erbij. Dan hebben we natuurlijk de prachtige Just Jade. Niet vergeten om die te gebruiken. En toch nog een keer het soft syfoam. Hoppata. Ook die klaar. Even alle blokken weer dicht. Alle stampingpads. Het is wel een hele leuke om mee te werken hoor, moet ik zeggen. Ik had er nog niet zo heel veel mee gedaan met de pingwings. Althans sowieso niet met het designpapier. Hij is wel heel erg leuk. Zo. En dan is het foutje weer weg. Huppatee. Die plakken we ook gelijk in de kaart. Hier zou je natuurlijk nog kunnen stempelen met ik wens je een hele fijne dag. Of je schrijft er gewoon even een boodschap bij. En dan gaan we met het volgende stukje aan de slag. En dan moeten we er goed op letten dat deze twee straks op elkaar komen. Deze komt hierop. En daarna ga ik... Weet je wat ik doe? Ik ga hem eerst oplijmen. En daarna ga ik pas matten. Dus deze komt hier bovenop. En niet met de vouwlijnen. Maar met de onderkant en de zijkanten op elkaar. Dat ga ik met Tombow doen. Want dan heb je gewoon iets meer ruimte om te rommelen. Dit kaartje wordt de bovenkant. Dus volgens mij komt hij er zo op. Ja, zo komt hij op elkaar. Kijk maar in deze kaart. Kun je hier ook zien. Zie, hier zit die vouwlijn. Deze zit op elkaar. Dan mag die gemat worden,
en de achterkant. En daar heb ik 3 stukjes voor gesneden. En even kijken welke van de 2. Deze is het mooist. Die komt hier aan de bovenkant. Zo. Het is de eerste video van de Lovely Stampers weer na de vakantie. Dus het was best wel weer een beetje spannend, zou ik maar zeggen. Tenminste, ik vind het altijd wel weer spannend, een video. Ik ben ook benieuwd wie er allemaal komen kijken. Dat is matje nummer 2. En dan gaan we de boompjes, doe ik hierop. En dit komt, dit, als je hem invouwt, komt hij zo naar je toe te liggen. Dus ik kies ervoor om de dennenboompjes er zo op te plakken. Dus een beetje nadenken hoe je alles in elkaar zet. En soms gaat dat natuurlijk ook grandioos verkeerd. Zo, die zit. En dan ga je deze kant, komt hier aan de bovenkant vast te zitten. Maar, dit deel moet erin kunnen schuiven. Dus we gaan nu eerst een hulplijn zetten op 5 centimeter vanaf die kant. Vanaf de buitenkant. Dus ik zet hier even een streepje op 5. Ik plak hem even zo open. Dan kan ik er iets beter bij. En ik ga hier op 5 een streepje zetten. En dan kunnen we mooi die lijn gebruiken om te kijken of het recht is. Ik gebruik heel vaak de lijnen van mijn gridpapier om te kijken of iets recht is. Dit ga je straks toch niet meer zien, dus je kunt gewoon een potloodstreepje trekken zonder dat je hem uit hoeft te gummen. En dan ga je alleen dit deel insmeren met lijm. Het deel onder de hulplijn, dus onder de potloodstreep. En dan plak je hem mooi in het midden van het kaartje. Ik kom even dubbel, zodat ik hem even goed aan kan drukken. Zo. En dan is dit het resultaat. Ik denk dat hij een beetje scheef zit nog. Zo. Zo. Zo zit hij recht. Even wachten tot hij droog is. Nog een klein beetje aandrukken. Die is klaar. Dan gaan we het kaartje voor deze kant even stempelen. En daar wil ik het pingwingetje op hebben. Het andere pingwingetje. En een ballon. 1 of 2. Dus ik begin met deze pingwing. En die stempel ik gewoon met Memento. Kun je dit ook heel goed met stemperaties doen natuurlijk, omdat je hem dan echt goed zwart kunt maken. Maar ik denk dat hij niet verkeerd is. Dan pakken we deze pingwing. En die gaat de ballonnen vasthouden. Yep. Helemaal goed.
denk dat hij nog even een strikje krijgt. Want ja, het is feest vandaag, hè. En dan doen we een zacht groen strikje voor deze pinguïn. Vandaag, het is een zondagfeest, want de zondag is onze simjarig. Dus morgen, want deze wordt op zaterdag online gezet. Het is ook zo, morgen is Sim al jarig. Joehoe! En dan gaan we de flippertjes er even op zetten. De zwemvliezen van de pinguïns. Die zijn voor de grote, voor de staande. En dat doe ik met Calypso Coral. En ook even kijken waar ik het snaveltje heb gelaten. Dat zit hier ook in. Deze kan er alvast weer af. En dan heb ik nog een enkel flippertje. Zwemvliesje. Voor deze pinguïn. Ik heb geen idee waar die zwemvlies moet, maar ik vind hem wel een beetje raar zitten als ik heel eerlijk ben. Geef niks. Niks voor de hand trekken. Een snavel voor de een en een snavel voor de ander. Alle onderdelen zitten in het pakketje. Dit is de snavel voor deze meneer. Ik vind de meneer. En dit is het snaveltje. Voor deze mevrouw. Ik maak hier maar gewoon een mevrouw van. En die zetten we hier. Kijk eens aan. Ook weer gelukt. Die zijn klaar. De ballonnen. Ja, want bij een verjaardag. Zeker bij een kinderverjaardag. Horen ballonnen. Dan maak ik het touwtje gewoon van Memento. Want dit is het touwtje. En deze houdt gewoon mooi een ballon vast. Huppetje. Wat zeg ik? 1 ballon. 2 ballonnen natuurlijk. 1 ballon is geen. Zo. 1 is geen, zeggen ze wel eens of zo, hè? Iets in die... In dat level. Waar gaan we die mee stempelen? De ballon in Fresh Freesia. Geen rood, want Siem houdt niet van rood. Dat is heel grappig. Hij kent heel veel kleuren al. Hij wordt 2. En hij kent echt al heel veel kleuren. Maar rood ver... Hij kan het zeggen. Maar hij zegt het niet, want hij, volgens mij vindt hij het gewoon geen mooie kleur. Eigenwijs monniken. Ik hou ervan. Zo. En dan gaan we het. Mag die groene over die andere ballon? Jawel, dat mag. Want door ballonnen kun je heen kijken. Zo. Nou, helemaal leuk. Ik vind hem leuk. En daar ga ik bovenaan zetten. Even kijken, hier bij de Pipura, het is feest. En dat gaan we doen met Misty Moonlight. Hier bij de Pipura, feestje. Die mag hier. Zo. En dan gaat deze aan de binnenkant op deze kant van de kaart. Zo kun je die kaart helemaal je eigen invulling geven. Hoe heerlijk is dat? Hop. Natuurlijk moet die voorkant ook nog wat extra's krijgen. En daar heb ik met de stansen, even kijken of ik ze hier heb liggen. Ik had ze speciaal laten liggen, nu zijn ze weg. Oh, hier zijn ze.
De Hippo and Friends dies zijn dat. Maar er zitten prachtige labels in. En ook deze label. En deze label gaan we versieren met... Natuurlijk. Een ballon. En ik vind eigenlijk wel dat hij... Ja, die doe ik in soft sifoam. Die komt hier. En dan kijk ik zo meteen nog wel even of ik het touwtje erbij doe. Nu heb ik... Uit het designpapier een vosje, een pinguïn en de grote beer gestanst. En die gaan hier zo meteen verhoogd op. Die komen hieronder te zitten. Dus ik ga eerst deze verhoogd op met dimension... Nee, ik plak hem er direct op, want ik ga die beren en zo... Deze komt er direct op. Dus die zet ik gewoon even vast met vloeibare lijm, zodat ik er nog wat mee kan schuiven. En die... Doe ik een klein beetje richting de bovenkant. Dus niet helemaal in het midden, maar een beetje richting de bovenkant. Zo. Dan komt de beer. Die mag nog gelijmd worden. En het vosje en de pinguïn komen allebei wat verhoogd erop. Dus eerst de ijsbeer. Dan komt dat vosje er met glue dots op. Dubbele glue dots. En de pinguïn met dimensionals. 1, 2. Die doe ik hier. Oh. 1, 2. Die komt hier. Die doe ik hier. Die komt aan deze kant bij de beer op schoot een beetje. En de pinguïn komen dimensionals onder. En daar doe ik mini dimensionals onder. Dat je dan net even wat meer strategische plekken kan plakken. Hier komt er een. Onder het koppertje. En hier. Ik denk dat ik er nog eentje op doe. Hup. Het is voor een kind, dus dat moet stevig vastzitten. En de pinguïn mag aan deze kant van meneer Beer. Wel recht natuurlijk. Die pinguïn had ik dus al een strikje ingestempeld. Dan vind ik het wel leuk om hier nog wat hartjes en dingen omheen te stempelen. Het hartje en de sterretjes. Ik begin met het hartje en dan ga ik lekker in het Calypso korrel doen. Dat knalt er zo lekker vanaf. En dan pakken we de sterretjes er nog even bij. Of het sterretje. Ik moet zeggen het sterretje. En die doen we in het jade, Just Jade. En dan moeten natuurlijk ook nog Happy Birthday op. Zo, dit vind ik genoeg. Happy Birthday. Dat gaan we stempelen. Met... Oeps, even wachten. Oeh, ik moet uitrekbare armen hebben zeg. Die hadden we al gebruikt. Nee, die hadden we nog niet gebruikt. Die zetten we even terug op het blokje. Zo, dan heb ik alles bij elkaar. Dan raak ik niks kwijt. Happy Birthday. Happy Birthday komt overigens uit de Sweet as a Peach stempelset. Ik vond hem wel mooi en ik zocht naar een niet te grote Happy Birthday. Nou blijk ik heel weinig verjaardagsteksten te hebben. Ik heb heel veel stempels, maar heel weinig teksten, verjaardagsteksten. Hij is mooi.
En die stans ik uit met de stitched rectangles. En dan, tada, krijg je dit. Dat kan ik snel. Ik had hem voorbereid. Jullie zien dat ik hier een foutje gemaakt had. Hier gaan even grote dimensionals onder. En ik was eigenlijk van plan om hem eroverheen te zetten, maar dat ga ik niet doen. Ik zet hem eronder. Ik vind het zonde om hem over die beestjes heen te zetten. Dus deze komt hier in het midden. Zo. Dan zou er nog wel wat bling bij mogen. Nee, het is voor een jongetje. Ik doe er geen bling bij. En het zijn kleine steentjes. Dus dat is de binnenkant. En dan wil ik hier eigenlijk nog een tekstje hebben. Kou van jou. Die komt wel uit Hyper de Pipura. En ook die stempelen we op een stukje wit. Met Misty Moonlight. Dan heb ik nog een pingweertje liggen. Die wil ik hier met Ik hou van jou. Ik hou van jou. Dat gaan we zo doen. Die komt op dit blaadje. En die Ik hou van jou heb ik uitgestanst met een stansje uit de Sweet as a Peach. Daar zit zo'n heel klein labelstansje in. En die is past prachtig om de tekstjes heen. De kleine teksten van deze stempelset. Want deze stempelset komt uit de Pingwing set. Ik zal hem zo er even bij pakken. Hier ga ik eventjes een mini dimension. Nee, ik zet er wel eventjes glue dots onder. Dat is makkelijker. En dan hoef ik niks door te knippen. Dus dan doe ik even dubbele glue dots. Aan deze kant. En een dubbele glue dot aan de andere kant. En dan mag hij hem vasthouden. Ik hou van jou. Ik hou van jou. En dan kan die dicht. Dan kun je hier fotootjes plakken. Hier zou nog een cadeaukaartje in kunnen. Je kunt er van alles mee doen. Je kunt dit mechanisme natuurlijk ook hier plakken. Of op de voorkant plakken. Je kunt ze overal plakken. Ik moet zeggen dat ik de kaart erg leuk vind zelf. Dat is heel erg om van jezelf te zeggen. Ik zeg het niet te gauw, hè. Maar deze vind ik wel heel schattig. Die pingwings zijn ook heel schattig. En dat was het voorbeeldje. Ik hoop dat jullie het ook een leuke kaart vinden. Als je hem na gaat maken, heel veel plezier met namaken. Vergeet het duimpje omhoog niet. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Dan zou ik het super leuk vinden als je je nog abonneert op mijn kanaal. Dan mag je nu doorhoppen naar Miranda als je daar nog zin in hebt. Miranda Vissers, en die heeft vast ook een heel leuk project voorbereid. Ik wens jullie alvast een hele fijne zaterdag en een heel fijn weekend. En tot de volgende keer. Doei doei!